zo trappen! Laat ze gaan! Wat zal ik jij? Wat naam weer? Wat woon je? Hiernaast. Ja? 57. Anders gaan we daar even vooruit verder praten. Kom even mee. Ik schrik me echt helemaal, ik heb het zweet. Ik ben zo blij dat je er bent. Ja, lieve schat. Hey, bedankt. Rustig aan ook. Zeker. Hey, bedankt, hè. Ja, oké. Je hoort op en op. Het is echt zijn brommen. Ja. Dus ik heb hem, ik had de sleutel van hier natuurlijk, we gaan hierin wonen, dus ik heb hem gewoon naar binnen gesleept. Nee, vandaar dat de jongens natuurlijk voor de deur stonden. Wat is het feit? Het feit is, brommer is gejat. Staat hier voor de deur. Zelfde brommen. Ja, dat klopt. Nee. Bij een Turk of bij een Marokkaan, ja? Ja. Dus wie heeft hem weggehaald? Ja, die beschadiging hebben we... Ja, die zit hem. Ja, dat is toegevallen met de rode. 100% dat die Marokkaan het gejat heeft, man. Ja. Tuurlijk. Waar haalt hij het geld vandaan? Lieve schat, ze maken er werk van. Nou, dat mag ik hopen, ja. Dat mag ik hopen. Nou, ik ga de scooter meenemen naar het politiebureau. Maar hij is natuurlijk gewoon van hem. Ja, alleen ik bepaal niet of dat hij hem terugkrijgt. Nee. Maar het kan... Wat is dit nou weer dan? Ik zal even naar toe gaan. Mimi, kom hier naartoe. Kijk nou! Ja, laat me gaan. Laat die agenda maar even doen. Aankeuzebewijs, ja. Doe maar. Even kijken. Ik kom zo meteen bij u. Mm-hmm. En dan gaan wij eventjes ook even praten. Is goed als ik snel dat ding terugkrijg. Nou, gaan we naar binnen. Nou, dag meneer. Dag. Dag. Lekker bij de hand. Nee, laat maar even door. Ja, is niet te geloven.